Deze week zijn we bij Schenk Tanktransport, waar ze werken met Groeneveld ICT Solutions. Vroeger was na een week na transport goed om je laat- en losgegevens door te geven. En nu is de rit vaak nog bezig en wil men al weten welke hoeveelheden zijn geladen en gelost. Verder gaan we nog even terug naar de MEC en speciaal transportdag in Amsterdam. Het meest bijzondere is eigenlijk de NEC 9, die komt net uit Currency terug. Die is weer vanmorgen uit van de boot afgekomen in Rotterdam, Hoek van Holland. Op de Taxi Expo en Bus Vision in Houten zien we onder meer de nieuwste taxi-uitvoering van de Mercedes-Benz Vito. En krijgen we les in het juiste zitten bij Ebro Seating. En we maken uitgebreid kennis met het fuel and performance concept van Volvo. Alle aanpassingen die we aan de auto gedaan hebben, die leveren uiteindelijk tot 5% brandstofbesparing, maar daarnaast gewoon een hoge gemiddelde snelheid. Dit en meer deze week in RTL Transportwereld. RTL Transportwereld wordt mede mogelijk gemaakt door kruisinga.nl.